Wij hebben een subsidie toegekend gekregen voor de aardgasvrije wijk. Nu kunnen we als gemeente Assen iets versnelder de wijk aardgasvrij maken en de bewoners van deze wijk helpen om het betaalbaar te houden. Het is belangrijk om proeftuinen te hebben voor wijken van het aardgas afhalen. Omdat dat natuurlijk ons doel is. 30.000 tot 50.000 woningen per jaar in Nederland van het aardgas af. We hebben nu subsidie 120 miljoen. Daar kunnen we heel wat voor doen. Maar er waren nog veel meer wijken die in aanmerking wilden komen. Dus we hebben uiteindelijk 27 wijken geselecteerd waar wij aardgasvrij gaan worden. Maar uiteindelijk moet het voor heel Nederland gaan gelden. Nu kunnen we iets sneller onze doelstellingen halen. En in 2020 willen we 14% energiezuinige maatregelen hebben. En er wordt hard aan gewerkt en op deze manier gaat het nog iets sneller.